Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, ditmaal, je zag het wel een intro. En dan hoor ik jou denken van, hoe bedoel je, ik zag geen etiket. Correct, bier zonder etiket vandaag. Dit bier heb ik verkregen van Thomas, van Thomas Opent. Wij waren, het is alweer een tijdje geleden, volgens mij een maand of zo, anderhalve maand, ja, zoiets. Maand geleden bij Compaan in Den Haag. En hij gaf mij echt gewoon, volgens mij, een zevental bieren. En ik heb echt zo'n rugtasje, klein dingetje. En Thomas hebben we een stevige rugtas. En hij zei al tegen mij, Remy, neem een stevige rugtas mee. Maar ik dacht, dit is wel voldoende. Maar hij kwam dus met 7 bieren. What? Oké. Maar onder deze. Thomas zei tegen mij, Remy, het enige wat erop staat, is dit. Dipa. Een double IPA. En hij is van Vloembier. Vloembier, hadden ze Thomas wat bier gegeven. En Thomas heeft voor mij weer een Vloembier geregeld of gegeven. Ik weet dat die 8,5% een alcohol is. Kan je allemaal niet aflezen. En ik vroeg ook nog aan Thomas van, want die gaf deze echt wel heel hoog. Een 4,5 op Untappd. Als echt een mega hazy. Nee, niet hazy, maar meer een echt gewoon een mega fruitbom. Toen zei ik ook tegen Thomas, nou, ik ben echt rete benieuwd. Dus die ga ik ook echt gewoon snel reviewen. Toen zei hij, ja, maar hij is wel ietsjes ouder dan dat ik hem. Dus ik vroeg ook aan Thomas, ik zeg, hoe oud is hij dan? Hij is, om precies te zijn, vandaag 49 dagen oud. Dat vind ik nog meevallen. Kleine anderhalve maand. Prima, weet je. Ja, en meer kan ik er niet over zeggen, want geen etiket. Ja, toch? Nou, houd het op. Gaan we hem snel openmaken. Vloembier, double IPA, here we go. Goeie 6. Oh. Oké, ik kom het uit de fles zetten. Hij wilde gewoon uit, mensen. Hij wilde gewoon uit. Oké. Doekje. Gelukkig hebben we doekjes. Altijd. Je weet het nooit. Nee, ik heb er geen rekening mee gehouden. Ik heb altijd een doekje bij de hand. Weet je, als je moet niezen of wat dan ook. Of er gebeurt wat, zoals dit. Dan heb je in ieder geval een doekje. Right. We gaan verder met inschenken. Ik moet zeggen, ik ruik hem nu al. Hij is echt mega. Ruikt inderdaad mega fruitig. Hij ziet er mooi uit qua kleur, zeg. Goed, het laatste beetje doen we zo wel. Allereerste kleur. Wat ik al zei, echt mega. Hij is wel hazy. Beetje diep donker. Ja, een beetje rood, geel, oranjeachtig. Mooie, redelijk witte schuimkraag. Ziet er goed uit. We gaan hem ruiken. Vloembier Double IPA. 8,5%. Oeh, ruikt echt fruitig. Zo, mango, persik. Tropisch, echt vooral tropisch. Dat ruikt heel goed. Wauw. Ja, ruikt heerlijk. Doet me ook wel een beetje denken aan een New England stijl. Ja, niet helemaal, maar doet me wel iets aan denken. Echt vooral het fruitige karakter. Ruikt heel goed. We gaan hem snel proeven. Vloembier, de Double IPA. Proost. Wauw. Zo. Deze is echt supergoed. Wauw, hij is echt heel goed. Heel fruitig. Ik moet eerlijk bekennen. Het enige minpuntje wat mij misschien als eerste opviel. En ook als laatste gelijk. Koolzuur. Net even aan de. Net tegen de grenzen. Dus niet extreem hoog. Maar net, ik denk van, had misschien voor het mooie ietsjes minder gekund. Maar los daarvan. Echt zeker heel goed. We gaan de rest ook nog even inschenken.
Wellicht dat hij dan misschien nog hazier wordt. Of ik heb zoiets van, ik gooi alles er gewoon lekker in. Ja, toch? Wat vind jij daarvan? Ben je ook zo'n type die alles erin gooit? Gewoon, of heb je zoiets van, het laatste restje gist schenk ik apart in een apart glaasje en drink ik apart op? Dat kan ook, hè? Ik heb zoiets van, ik gooi het gewoon bij. Dat is voor iedereen verschillend. Nou, nog steeds hazy. Mooi van kleur. Echt geslaagd. Smaak ook. Heel vol. Echt mega vol. Fruitig. Vooral echt die mango. Passievrucht. Persikachtig. Ja, briljant. Briljant bier. Echt super lekker. Geen etiket. Ik heb altijd, ik hou van etiketten op bier. Ik echt denk van, wauw, weet je, het ziet er mooi uit. Het maakt het allemaal net wat meer af. Deze heeft het dan niet. Zelfs een handgeschreven dop. Laat je zeker niet foppen. Vooral niet bij dit bier. Vloembier Double IPA. 8,5%. Echt rete lekker. Echt super verfrissend. Vol, krachtig. Tikje iets te hoog koolzuur voor mij. Maar desalniettemin echt een bier met enorme kwaliteiten. In de categorie waar heb je vandaan en voor hoeveel? Ik heb mijn Thomas open gehad, wat ik al zei. Cijfer voor dit bier. Uiteraard ook vandaag hier op deze redelijke zonnige dag. Ik geef dit bier... Ja, ik geef hem een 8 plus. En hoe ik je denk, Remy, rond het nou af. Ik weet het, 8,5 kan ook. Nee, 8 plus. Ik doe 8 plus. Dus zeg maar 8,2, zoiets, 8,3. Mooi cijfer. Dus untapped is dat voor mij rond de 4,25 ongeveer. Wat vind jij? Vind jij trouwens dat ik moet raten op untapped stijl? Hè? Dus van 0 tot en met 5. Of zeg jij van, nee joh, hou lekker van 0 tot en met 10 voor jezelf. Misschien heb jij zoiets van, ik doe gewoon een tapstijl. Iedereen doet dat en misschien wat overzichtelijker. Kan hè? Al het advies is welkom. Wat ik al zei, 8 plus. Supermooi bier. Vloembier, Double IPA, 8,5%. Thomas, ik wil jou bedanken voor dit bier. Echt super lekker. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. En ik wil jou bedanken voor het kijken, liken, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op abonneren. Heb je tips, trucs, suggesties of Remy, dit bier moet je een keertje reviewen. Dit moet je drinken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Weet je, kom maar. En heb jij zoiets van mystery beer? Laat me komen, hè. Stuur even een berichtje naar biergeekholland@gmail.com. Neem contact op. Misschien heb je één mystery beer of wat dan ook. Ik wil niet leuren voor bier of wat dan ook. Maar als je het leuk vindt om te zien. Misschien gaat het allemaal niet goed, weet je wel. Dan is ook wel lachen om te zien, toch? Ik bedoel, mystery beer is mystery beer. Je weet gewoon niet wat je krijgt. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard, tot de volgende keer. Cheers.